Je merkt hier vanavond ook. Nou, je kunt wel een heel mooi praatje gaan houden, maar mensen willen gewoon met je in gesprek. En een dialoog met elkaar voeren. Volgens mij is dat is gewoon heel belangrijk. Wij organiseren vanavond gemeente Almelo, gemeente Tubbergen, gemeente Twenterand en provincie Overijssel. Organiseren informatiebijeenkomst over windenergie in het bezoekgebied van Almelo, Twenterand en Tubbergen. We hebben op dit moment iets meer dan 100 bezoekers gehad en we verwachten er vanavond nog iets meer. Dus opkomst is goed, dus vooral om de mensen op de hoogte te brengen. Ik ben Thijs de Bree, ik ben gedeputeerd in Overijssel met onder andere energieportefeuille. De status is dat 3 gemeenten, Almelo, Twenterand en Tubbergen, samen met de provincie Overijssel afspraken hebben gemaakt over een verkenning. Kijken wat er mogelijk is aan het plaatsen van windturbines in een gebied, in een gezamenlijk gebied, op de grens ligt van die 3 gemeenten. En daar gaan we de komende tijd met mensen in gesprek. Er is een verkenner aangesteld die gaat ook in het gebied kijken en praten met mensen wat er mogelijk is, waar ze interesse in hebben, welke zorgen ze hebben. En dan gaan we kijken wat er mogelijk is aan windenergie in het gebied. Ik ben Erik Bak en sinds 1 december ben ik de onafhankelijke verkenner voor het ATT 20 gebied. Ik ga het gebied in en ga in gesprek met mensen in het gebied. En luister vooral hoe zij naar de opgave kijken die er ligt. En ik ben heel benieuwd wat hun rol daarbij zou kunnen zijn. En inmiddels een aantal leuke gesprekken gehad. En van daaruit gaan we nu de komende weken echt stappen zetten om veel meer gesprekken te voeren. Vanavond ook mooi, hè, om heel veel mensen uit het gebied ook al te spreken. En dan zie je ook dat mensen graag in gesprek willen. En, nou, dus ik denk dat ik na vanavond, als de briefjes ingevuld zijn allemaal, weer een heel lijstje heb en weer een aantal dagen voor heb om gesprekken te voeren. Dat is nog niet vast omlijnd, het is nog niet in beton gegoten. We hebben een bandbreedte met elkaar afgesproken om te kijken, nou, tussen de 120 en de 180 gigawattuur zou daar opgesteld kunnen worden. En dat zegt mensen niet zo erg veel, maar het gaat over een project van omvang ongeveer, laten we zeggen, tussen de 6 en de 10 windturbines. Afhankelijk van het type windturbine en hoe groot die dan zijn, kunnen dat wat minder of wat meer worden. En daarover gaat nu een verkenner in het gebied aan de slag vanaf januari. Nee, 240 min is echt heel hoog. Dat is overal in Overijssel het geval, of in Twente in ieder geval. Omdat het hier niet zo heel veel waait in Twente. Hè. En dan moet je al snel de hoogte in om nog wat productie te hebben. Heel hoog. Ik laat me op dit moment ook niet uit over normen of hoe dat precies zit. Het gaat veel meer over bij mij van de inventarisatie van belangen, van zorgen. En hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen op een goede manier geïnformeerd worden, maar ook op een goede manier mee kunnen doen. En dat is vooral de taak van een verkenner. Natuurlijk zijn er altijd zorgen. Hè? Die begrijp ik ook overigens heel goed. Maar ik heb ook heel veel mensen gewoon hele goede vragen horen stellen. En ook belangstellingen horen tonen hoe zit het nou met ook lokale energiecoöperaties en hoe kunnen we nou zorgen dat, nou, als het dan toch ergens moet komen, hoe we het dan zo goed mogelijk kunnen doen. Nou, dat is precies waar we eigenlijk, waarvoor we hier vanavond ook waren. We zijn hier vanuit de Almelo Energie om te kijken hoe we met Twenterand en Tubbergen samen kunnen werken om die energietransitie naar het volgende niveau te tillen. En wind past daar natuurlijk prachtig in. Want belangen zijn verschillend. En volgens mij gaat het heel erg over hoe kun je die belangen op een goede manier met elkaar het gesprek laten voeren. En dan komt er vanzelf een uitkomst uit. Maar dat heb ik niet gedaan, dat hebben de mensen in het gebied al gedaan. En dat vind ik belangrijk. Waar je dan aan moet denken is ook lokaal eigenaarschap. Want wat wij anders doen dan projectontwikkelaars is dat we de lusten en de lasten op een hele eerlijke manier willen verdelen. En 100% van de opbrengst weer terug willen geven aan de gemeenschappen. En dus aan de 3 gemeenten, Tubbergen, Twente en Almelo. Maar ik wil wel benadrukken, ondanks dat ik ingehuurd word door de gezamenlijke gemeentes, is mijn rol echt onafhankelijk en ik sta er voor het gebied. Dat is belangrijk. En wat mij opviel is dat er gesprekken worden gevoerd die niet vanuit een stelling worden betrokken. Dus natuurlijk zijn er mensen die lopen rond en die spreken je aan, ik ben tegen en ik wil met je in gesprek. Maar wat daar veel meer te horen is hoe zit dit? Hoe werkt het nou eigenlijk? En jullie zeggen dat, maar hoe pakt het in de praktijk uit? En wordt meer vanuit nieuwsgierigheid gepraat met elkaar en vragen gesteld, ook kritische vragen. Maar minder vanuit, dit vind ik ervan, het is goed fout, moet er wel of niet komen. En ik denk dat dat soort gesprekken, die gesprekken vanuit interesse en nieuwsgierigheid, zorgen, dat heel erg belangrijk is. En daar ben ik heel blij om, dat die mensen allemaal zijn gekomen om hier dat geluid te laten horen.